Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 8 juli. Veel bewolking momenteel boven Nederland en er valt ook af en toe wat regen of motregen in het noorden en midden van het land. Maar geleidelijk aan wordt het droog op de meeste plaatsen en vanmiddag breekt ook steeds vaker de zon door. De temperatuur ligt nu nog zo tussen de 17 en de 20 graden. Vanmiddag stijgt het kwik verder en kan het zo'n 21 tot lokaal 27 graden worden in Limburg. De zon die krijgt steeds meer ruimte en ook vanavond is dat het geval. Er komen dan brede opklaringen. Tijdens zonsondergang ligt de temperatuur tussen de 15 en 21 graden. De wind die waait de hele dag uit het noordwesten en is overwegend matig. Morgen ook zonnige periode. Het blijft dan vrijwel overal droog. De temperatuur ligt in de middag tussen de 22 en 26 graden... bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Wel neemt in de loop van de dag vanuit het zuiden de bewolking toe. En vanaf maandag wordt het echt wel wat wisselvalliger... Er gaan maandag diverse buien vallen, maar voor de buien uit kan het nog wel lokaal 25 graden worden. Dinsdag en woensdag liggen de maxima tussen de 18 en 22 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijn weekend.